Welkom bij De Nieuwe Wereld. Mijn naam is Marlies Dekkers en mijn gasten vandaag zijn Ad Verbrugge en Jelle van Baardewijk. Welkom. Ja. Nou, weer het filosofisch actueel gesprek gaan we doen. Ja. Deze keer over het boek van George Orwell, 1984. Het is ook verfilmd. Heel dystopische film. Zeker. Geschreven in 1946-48, gepubliceerd in 1949. Jelle, voor de mensen die het misschien niet weten wat het boek is, maar ook even een opfrisser. Ik heb zelf me ook weer even opnieuw in verdiept. En toch weer even al die landen en systemen en toch even weer dat we weten, wat heeft hij ons allemaal geschetst? Ja, het is een klassieker. Hè? Dus het komt inderdaad een boek uit 1948 van George Orwell, een journalist, maar ook een bekend schrijver toen. Ook medewerker trouwens van de BBC en de Engelse overheid met een licht propagandistische taak. Dus deze man wist waarover hij schreef in deze dystopische roman, die overigens ook verfilmd is in de film 1984, die uitkwam in 1984. En die is wel erg goed, die film ook. Dat is een verfilming van het boek dat volgens mij 1984 heet, omdat zijn uitgever suggereerde van dit is zo vooruitziend, dat laten we de jaartallen omdraaien. Dus tel er 36 jaar bij op. Want hij verschijnt inderdaad in 1948, dacht ik. Ja. In ieder geval, het is een dystopische roman. Het gaat over een regime. En dat regime zit in Oceanië, zeg maar in Amerika. En in dat systeem, Inksok wordt het ook wel genoemd. Daarin, dat is eigenlijk een totalitair regime. En mensen leven daar gebrainwashed. En zij... je leert er wat van kennen, maar het gaat eigenlijk om de protagonist Winston Smith. En die woont dus in eentje in een flat. Een vrij liefdeloos, eenzaam bestaan. En hij werkt op het ministerie van Waarheid. Alwaar hij het nieuws en vooral het verouderde nieuws leest. Om daarin bepaalde feiten te schrappen en toe te voegen. Om het te laten lijken alsof de Big Brother van het huidige systeem... Dat is trouwens zo'n frase die komt uit het boek. Big Brother is watching you. En je ziet ook, vooral in de film, zie je de aanwezigheid van die Big Brother die toekijkt op het leven van Winston en ook op dat van anderen. En hij werkt dus op het ministerie van Waarheid om het nieuws te filteren en eigenlijk het zo te laten lijken dat die Big Brother allerlei dingen heeft voorspeld die nu gebeuren. Dus hij herschrijft geschiedenis voor beroep. Nou, naast een ministerie van Waarheid heb je ook een ministerie van Liefde en een ministerie van Vrede. En... Die roman is geschreven in een taal die is heel inventief en ook beroemd geworden. Er zitten verschillende secties in het boek ook over taal. En een aantal woorden die we dus kennen uit deze dystopische roman zijn bijvoorbeeld Newspeak. Dat is eigenlijk de taal die nog mag worden gesproken van het regime. En daarin zijn ambivalenties weggelaten. En gedurende de film ontdekken we dat Winston steeds met minder woorden moet gaan werken. Dus er is sprake van bewuste taalverschaling, zodat de mensen zich niet te bewust worden van de situatie. Die worden ook proles genoemd, de normale mensen. Een flirt met proletariërs. En in het boek en de film zien we dat Winston langzaam in verzet komt. Eerst schrijft hij een dagboek. Een dagboek als een verzetdaad. En daarin verwoordt hij dus zijn eigen twijfels bij het regime. En later objectiveert hij ook zijn verzet en probeert hij bij een georganiseerd verzet te komen. En dat loopt eigenlijk mis. De plot van de roman en van de film is dus ook dat hij in een pak wordt genaaid en wordt verraden. Door de gedachtepolitie, maar ook door mensen die dan, de elite die de boel beheerst. De elite is 2%, hè? Dan de oude party 13% en dan de pro's de rest. Hè? Ja. Ja, dus het is een soort duidelijke sociale hiërarchie. En hij heeft dus die O'Brien, die man die bij de bestuurselite zit, die lijkt hij te vertrouwen. En die wil hem dan ook een nieuwe editie van de verschraalde taal, van Newspeak, geven. Dus een nieuw woordenboek. En daarin zit dan ook verpakt een soort analyse van hoe een totalitair regime werkt. En hoe je mensen dus hersenspoelt. Nou, op het moment dat hij dat boek heeft, is hij eerst ogenschijnlijk blij dat hij nu meer begrijpt en dat hij onderdeel wordt van het verzet. Maar het nadeel is dat hij genaaid is, want die man die heeft hem willen verraden daarmee. Dus, en er is ook nog een tweede plotlijn, daar komen we zo wel op terug. Maar hij wordt verliefd op een jonge vrouw en zij hebben ook seks. En dat mag ook niet meer in het Inksok-systeem. English socialism zou je kunnen zeggen, waar het de afkorting van is. Dus het is een totalitair systeem waarin ook de liefde wordt uitgeschakeld. Je mag alleen kinderen krijgen ook, hè? Dat het liefst technologisch, zeg maar. Doet denken aan een ander boek, Brave New World, waar dat ook zo is. Maar daar zou ik maar niet op ingaan. In ieder geval, dus die twee andere hoofdpersonen zijn ook belangrijk. De vrouw waar die verliefd op wordt, die ook zich afzet tegen het systeem. En de man waarvan die hoopt dat hij zich afzet. Maar die het uiteindelijk niet doet, die hem zal grijpen. Nou, dan wordt hij uiteindelijk ook gemarteld. En verliest hij ook zijn persoonlijke integriteit, zou je kunnen zeggen. Want hij moet ook die vrouw waar hij verliefd op is verraden om uiteindelijk weer toch in het spoor van het regime te komen lopen. Nou, zo eindigt dan het boek dus vrij echt dystopisch. Van Big Brother heeft toch gewonnen? Ja, maar hij moet haar verraden, maar eigenlijk ook zichzelf oplossen, toch? En ook het zijn denken van 2 + 2 is geen 4, maar 5. Ja. Weet je, dus ook doublethink. Dat is ook een belangrijk thema, denk ik. Precies, dus doublespeak, eufemistisch spreken. Bijvoorbeeld het ministerie van Vrede, terwijl je gewoon actief oorlog aan het voeren bent. Het hele boek, maar de algemene impressie is voor een dystopische roman. Dus als je het vergelijkt bijvoorbeeld met Handmaid's Tale, waar ook een mooie serie over is gemaakt, dan is het heel psychologisch. Dus en de film viel mij ook op dat de heel beklemmende film, een beklemmende roman. Dus de nadruk ligt wat minder op wat mij betreft, dat de innovatie is dat je schermen ziet met mensen erop en helikopters die in de gaten houden. Dat was ook al vooruitziend. Maar dat zeg maar de wereldse aspecten van de roman die hem vooruit ziet maken. Maar vooral dat psychologische. Van wat betekent het als zo'n regime helemaal in je hoofd zit en je niet meer vrij kan denken, als er geen privacy meer bestaat. Dat was voor mij, toen ik het las in mijn studententijd al, meteen dat ik dacht van, je wordt helemaal opgezogen. Je komt helemaal klem te zitten in de roman. En dat is het meest bijgebleven. En toen ik die film van de week zag, toen dacht ik ook van, verdraaid, dat zit ook heel mooi in de film. Dus dat helemaal zo, dat regime, dat Inksok zit helemaal in je, het zit in je taal. Dus het hele idee ook van een thought police in een roman, die je hersens spoelt om je de juiste dingen te laten denken. Dat is ook aan de kant van Winston goed uitgewerkt. Je merkt dus dat hij vastzit in het systeem. Ja. Voor mensen die die film willen kijken, op Apple TV kan je hem kopen en bij Pathé kan je hem kopen. Dus als mensen nog een keer willen, ook ik raad het zeer aan. Ik bedoel, lees vooral de roman, maar kijk ook de film. Ja. Dat is een kunstwerk op zich. Heel somber wel. Ja, nee, zeker. Het is heel deprimerend. Maar ik zag het wel toch, wat jij zegt in je studententijd, hè, maar toen leek het heel ver weg. En wat ik nu ik het deze week weer zag, vond ik heel veel delen veel dichterbij. Dus het was natuurlijk, dit was natuurlijk ook nog voor internet. Ver voor internet. Ver voor internet. Ja. En als je dan ook die schermen, je hebt daar natuurlijk ook in je werk vaak over geschreven, al die schermen en dat controleren door middel van... Nou, een klein dingetje daarover. Kijk, de roman is geschreven tegen de achtergrond van de Tweede Wereldoorlog en dan de oorlog die langzaam komt met het kapitalisme en het communisme, tussen het Westen. Koude oorlog, En dat moet dan nog allemaal gaan ontstaan, maar dat is een beetje de sfeer waarin de film ontstaat. En ik denk, toen ik hem voor het eerst keek, toen had ik dat ook in gedachten van, dit is hoe... het Sovjet-regime of het nazisme werkte. Zo las ik dat toen. En nu, als je het nu leest of kijkt, dan schrik je naar een hoekje. Want dan denk je dus aan dingen als censuur, aan wat er gebeurt met de Nederlandse taal. Andere dingen zijn hoe je je eigen geschiedenis afschaft. Big Brother Watching You, dat in je telefoon, overal zit een camera. We hebben zelf alle camera's in huis gehaald. Ja. En ook die psychologie dus. Hè? Dus dat zag je vandaag en gisteren al met het overlijden van de Queen. Dat mensen in één keer helemaal overschakelen op een soort enthousiasme voor haar. Zo'n massa-aandacht voor een verschijnsel. Een koningin in Engeland. En ik zag dat natuurlijk tegelijkertijd met de film weer. Toen dacht ik van dat is het. Die collectieve interesses die op kunnen komen. Dat zit zo goed in het boek. Dat blijft actueel, kun je terugdenken aan corona, maar ook dus aan zoiets als hoe het nieuws opeens in de band kan zijn van een thema. Ja, en het manipuleren via het nieuws. Dat zit er natuurlijk ook heel erg in. Het is niet voor niks dus een ministerie van waarheid, waar die Winston werkt. En dat is echt actief manipuleren van nieuws en zelfs geschiedenis. Ja, daar moeten we zo zeker over gaan. Ja, en geschiedenis eigenlijk juist uitroeien. Ad, jij kwam met... Met dit voorstel. We hadden heel veel ideeën wat we allemaal wilden doen. Dat gaan we ook allemaal nog doen. Maar deze resoneerde bij ons alle drie toch wel van... Ja, dit is toch wel actueel. Ja, nou ja, jij refereerde zo even al aan je studententijd. Nou, ik heb het iets eerder gelezen, denk ik op 16-jarige leeftijd. En, ja, dat was er vroeg bij. Nou, ja, ik had in die periode sowieso interesse voor een aantal dystopische romans. Misschien kwam dat door de New Wave. Maar ik heb toen ook in diezelfde periode Brave New World gelezen. Natuurlijk Animal Farm, ook van Orwell. Maar ik hield eigenlijk wel van dat genre. En in die periode zijn wij ook met school naar Berlijn afgereisd. Daar hebben wij een week doorgebracht. Zijn we ook naar Oost-Berlijn gegaan. Dat was toen een jaarlijks ritueel op onze school. En wat je zegt, dat herken ik wel. Okay. Je leest dus zo'n roman in die periode toch heel erg over... oh, dat gaat over die andere wereld. We mogen onszelf toch gelukkig prijzen... dat wij heel andere omstandigheden verkeren en een andere overheid hebben. En, dat toch in de jaren 80 was dat we dit lazen. Ja, ja, maar dat was ook een sombere tijd. Ja, het was wel een sombere tijd, maar het is ook opmerkelijk natuurlijk dat daar zoveel aandacht voor was, ook toen. Maar goed, het had ook wel iets te maken met de titel, 1984. En die film is ook in die periode, precies in dat jaar, ook uitgebracht. Dus. Maar ja, over het algemeen had je toch de indruk, dat is meer dan aan de andere kant van het ijzeren gordijn. Nou, dat is, en nu was ik ook wel iets kritischer ingesteld, bijvoorbeeld met Brave New World, dat je ook ziet hoe de commercie natuurlijk ook op eigen manieren mensen manipuleert en zo. Maar goed, de laatste maanden moest ik regelmatig gewoon zelf terugdenken aan 1984. Met name aan een aantal noties die ik destijds gewoon heb opgedaan, zoals inderdaad Newspeak, die hele verhouding tot de geschiedenis, daar kunnen we het zo ook nog verder over hebben. En realiseerde ik me, zo gaat het dan, dat er zich nu toch wel dingen aan het voltrekken zijn die ook echt wel parallellen hebben met die roman. En dat vind ik dan interessant. Toen ben ik me gaan kijken, de film, en ik heb het boek nog erop nageslagen. En ik was echt getroffen, toch. Er zat nog veel meer in dan ik me kon herinneren. En het leek me gewoon heel goed om het daar hier met elkaar over te hebben. En wat ik heel belangrijk vind, en Jelle refereerde er al aan... ik heb een tijd geleden ook in het kader van het boek waaraan ik momenteel werk... een studie gelezen van een Nederlandse psychiater, Joost Meerloo... The Rape of the Mind. En is ook oorspronkelijk in het Engels verschenen. Hij is ook naar Amerika verhuisd op een goed moment. Maar hij heeft in de tijden van de Tweede Wereldoorlog ook in het verzet gezeten... En heeft daar natuurlijk veel ervaring op gedaan met, sowieso met het nazi-bewind in die periode. Maar ook heeft als psychiater ook heel uitdrukkelijk dat thema van wat hij noemt menticide bestudeerd. Hè? Dus, menticide, dus eigenlijk het doden van de geest. Als je kijkt wat hij daar beschrijft, en dat boek is wat later uitgekomen dan 1984. Maar ook als je bijvoorbeeld Hannah Arendt's Origins of Totalitarianism leest... er zitten allerlei eigenlijk overeenkomsten die men schetst... die Orwell gewoon in romanvorm heeft neergelegd. Dus heel, heel belangrijk, wat we ook in de film zien... die ervaring van verlatenheid... Dat is, daarom is die ook zo. Die man leeft zo verlaten. Er is eigenlijk geen hechte gemeenschap meer. Er is geen familie. Er is geen vriendengroep. Er is geen intimiteit. Geen intimiteit. En daarom is ook het collectief de enige plek waar je zoiets als gemeenschappelijkheid beleeft. Hè? Zoals we staan te juichen bij Max Verstappen. En ik heb daar niks tegen, maar natuurlijk echt typische collectief evenementen. En je merkt, en we hebben het daar in een gesprek ook al eens veel eerder over gehad... Hè, dat mensen ook kwetsbaar maakt. Hè? Dus dat juist die verlatenheid, dat isolement... of wat Arendt noemt, de atomaire individu... Hè, dat eigenlijk los komt van die verbanden... Heel erg op zichzelf. En dan zie je ook dat die... En dat is ook mooi hoe ze met kleuren werken. Zowel in de richting van natuur, maar ook in de film, althans. Maar dat is ook in het boek wel zo beschreven. Dat die op het moment dat die Julia ziet... Dus dat... waar die verliefd op wordt. Ja, dan komt er eigenlijk iets van een hele kleine gemeenschap. Hij heeft er ook gemeenschap mee. Maar dat... Wat een soort zingevende betekenis krijgt, die gelijk opgaat met dat ontwaken, dat loskomen uit die, ja, eigenlijk die ban, die betovering door het collectieve sentiment. Wat je ook ziet natuurlijk in partijbijeenkomsten, waarin ze heel erg ook gebruik maken van, en dat is ook fascinerend, dat de eigen ontevredenheid, de eigen onlust over dat grijze, grauwe, vervreemde leven naar buiten wordt geprojecteerd. En dat is echt ook een hele fundamentele structuur. Die hebben we volgens mij ook afgelopen jaren wel gezien. Dus eigenlijk het ongeluk van mensen waar ze in verkeren, de ledigheid die ze ervaren, die bijna een soort metafysische woede induidt of aanduidt. Dus metafysisch in de zin dat die eigenlijk niet eens een speciaal object heeft. Die strekt zich over het leven als geheel uit. Hè? In die zin een metafysisch. Maar die wordt plotseling, krijgt die een object. Die woede krijgt een object. En die wordt in dit geval dan geprojecteerd op Goldstein. Waarbij Goldstein zelf ook vermoedelijk een verzinsel is. Er wordt een beetje in het midden gelaten. Maar ook een verzinsel is van de overheid zelf. Die dus in zekere zin haar eigen gezicht voor het verzet daarmee creëert. O'Brien is natuurlijk een geheim agent. Die zou in het verzet opereren. Maar die blijkt eigenlijk, die agent waar Jelle aan refereert, nou, die komt ook met dat boekje, een soort Goldstein-propaganda. Hij wordt daar uiteindelijk op gearresteerd. Dus hij wordt feitelijk ook gewoon verleid. Wordt gewoon genaaid, zou je kunnen zeggen. Het is een structuur waarin hij mede door, dus mensen die wat wankelmoedig zijn en die beginnen te twijfelen, die worden opgemerkt en die worden in zekere zin over de rand heen geduwd. En dan worden ze gearresteerd en gersenspoeld. Nou, dat is dus precies wat er met hem gebeurt. Hè? Dus hij wordt eigenlijk in de val gelokt. Zijn ontevredenheid, zijn ongenoegen wordt opgemerkt en die Goldstein is dus zelf ook een fictieve creatie van het bewind. Die dus zelf ook weer dient om eigenlijk al je frustraties op uit te leven. Ja, maar wat ze natuurlijk doen is dat wisselen. Dus eerst doe je je frustratie op. Wij zijn met die in oorlog. Daarna wisselt het nee, we zijn met die in oorlog. Daarnaast is het, die oorlog heeft nul betekenis. Dus maar een oorlog is altijd ideologisch geladen. Ja. Hier is die oorlog, ze vechten voor niets. Ja, nee, dat klopt. Maar dat is één ding. Dus je hebt de oorlog naar buiten. Dat is het conflict tegen Eurazië, onder andere. En dat blijkt dan ook weer East Asia te worden. Ja. En dat gebeurt dan vaak in soort Afrikaanse gebieden. Maar dat is een oorlog die zelf een functie vervult. Hè. Je hebt de vijand, om het zo maar te noemen. Maar ze hebben ook, en dat is heel fundamenteel, ook voor een totalitair regime, ze hebben heel uitdrukkelijk ook de vijand van binnen. Permanente strijd tegen de vijand van binnen. En die vijand van binnen dat zijn de verraders, dat zijn degenen die het verzet vormen. Maar die zitten uiteindelijk ook nog in jezelf. Ja, de vrije gedachte. Dat is de vrije gedachte. Dus je hebt ook allerlei, en dat is ook wat Meerloo prachtig beschrijft, je hebt ook allerlei technieken waarin je eigenlijk mensen op zo'n manier probeert te disciplineren, dat ze hun eigen gedachten gaan blokkeren. Of dat ze, wanneer het nodig is, van het een naar het ander omschakelen. Of dat ze simpelweg vergeten wat ze gisteren hebben gezegd of wat er gisteren is bericht. Dus wat Jelle en zo even schetste. Dus je ziet eigenlijk een soort ruimtelijke vervreemding, waarin alles is grauw, alles is armoedig. Nou, die armoede die heeft ook een functie. Want dat betekent dat mensen gewoon gefixeerd raken, ook op gewoon maar hun eten. Ze hebben geen welstand. De basisvoorzieningen, inderdaad. Nou, dan is er van buiten die dreigende oorlog. En in de tijd is er eigenlijk ook geen verloop of horizon meer. Dus je wordt als het ware ook in de kaalheid van de tijd getrokken. Want het verleden verdwijnt voortdurend. Het wordt herschreven. Althans wanneer het zo uitkomt. En ja, de toekomst is, ja, er komt ooit een keer hopelijk een situatie dat de oorlog, maar dat blijft gewoon maar voortduren. Dus je blijft in een soort permanente noodtoestand zitten. En dat maakt mensen zwak en leidt erop toe dat dus inderdaad die woede over hun eigen misère eigenlijk voortdurend bijna ritueel wordt geobjectiveerd in de verraders van binnen die het gedaan hebben. En dat is, denk ik, als psychologisch mechanisme ja, ongelooflijk krachtig en ook wel iets wat we denk ik gezien hebben. De afgelopen tijd? Ja, de afgelopen tijd ook wel. Ja, dus het is eigenlijk niet de bedoeling dat je in gesprek treedt, een contact maakt. Dat hebben we ook eigenlijk bij de coronacrisis naar voren zien komen. Maar je zit op bepaalde manier ook wel in heel de corona of in het Oekraïne-debat, maar misschien ook wel weer in het stikstofdebat. Eigenlijk de depolitisering van de publieke ruimte. Hè? Met een sterk, ja, je kunt zeggen, een boosaardig sentiment. Dus er zijn voortdurend, dat is ook die polarisatie waar men het over heeft. Hè? Ik zeg niet dat dat alleen van één kant komt, maar je ziet wel dus die... Ja, een soort boosaardigheid met de onwil om gewoon in gesprek te treden met elkaar. En ik denk dat die mentale toestand, dus die geestesgesteldheid, dat is iets wat ik vind echt virtuoos is onderzocht. En dus dat mensen echt ook gewoon termen hebben hè, van dubbeldenk, gedachtepolitie. Stopdenken. Dus het is, oké, nee, hier niet verder. Ja, thoughtcrime. Dat is inderdaad het foute denken, om het zo maar te noemen. Misdaaddenken of misdenken. Nou, zo'n hele reeks waarmee je eigenlijk patologieën gaat aanduiden... die allemaal de bedoeling hebben om mensen in het gareel te houden. Ja, in het geheel te houden, maar het is ook zo... De elite zit boven en die wil gewoon vooral niet lastiggevallen worden. Dus dat komt daar ook uit naar voren. Dus hoe zie jij dat, de elite ten opzichte van de prols, of hoe noemen ze ze? Ja, dat wordt op een gekke manier niet echt duidelijk in de roman. Hè? Dus wat de elite daar nou in doet. En dat heeft misschien ook wel iets te maken met die structuur die Ad net aanduidde van wat er nou psychisch met je gebeurt in een totalitair regime. Dus die Big Brother die kijkt weliswaar de hele tijd toe. Maar er gebeurt ook iets wat bijvoorbeeld Michel Foucault heeft beschreven in Discipline, Toezicht en Straf. Een bekende tekst waarin hij zegt van hoe organiseer je een moderne gevangenis nou goed door te zorgen dat iedereen in een gevangenis zit waardoor waarin die voortdurend het idee heeft bekeken te worden. En doordat die transparantie bestaat, verinnerlijken mensen eigenlijk de manier waarop je zou moeten leven. De blik, zegt hij. Dus de blik wordt verinnerlijkt. De blik van de ander wordt verinnerlijkt. En die blik, dat is eigenlijk die van de bewaker die in het midden zit, in zo'n koepelgevangenis. En die zou dan in één oogopslag of in één rondje zou die gevangenen ook kunnen zien zitten. En die gevangenen hebben dus voortdurend het idee van, oh, ik kan bekeken worden. Dus die gaan zich gedragen, die worden gedisciplineerd door die blik die zij zelf. Zij worden eigenlijk tegelijkertijd gevangenen en bewaker van zichzelf. En dus ook in de film is duidelijk een elite die dus profiteert van het systeem, die dit systeem in stand houdt. Maar eigenlijk hebben die dus een mechanisme, ook een soort systeem ontwikkeld... waarin zij zelf ook niet echt meer nodig zijn om die controle uit te oefenen. Mensen zijn zichzelf aan het disciplineren. Dat is natuurlijk de mindfuck. Dat je ziet dat mensen zelf van zichzelf gaan denken... hey, ik heb de verkeerde gedachte, ik moet hiermee stoppen. Er worden wel heel veel manipulaties toegepast. Dus bijvoorbeeld, er is een continue stroom van informatie. Dat deed me ook heel erg denken aan het heden. Dus er wordt steeds een soort pop-up op je telefoon van... we hebben weer zoveel productie gedraaid. De vooruitgang is weer goed. We hebben weer dat land verslagen. Je bent de hele tijd bezig met nieuws. Het is heel moeilijk om je te concentreren. Je bent helemaal uitgeleverd aan... Dat is dat opgezogen worden in het nu ook. Ja, want dat wordt ook nog eens herschreven. Ja, en dat nu, maar dat heeft wel heel erg het vooruitgangsgevoel. Hè? Dus, we zijn op de goede weg. We zijn op de goede weg en dit is helemaal waar we willen zijn. En goed voor het collectief. Hè? Dus dat zijn allemaal dingen die voor het collectief beter zijn. Nou, en dat is ook wel weer geanonimiseerd. Dus je weet die Big Brother, maar wie dat verder zijn. Één iemand die jou altijd ziet, maar dat blijft ook vaag. Dus je... Ja, ja, wat mooi is, en daar maken ze ook weer gebruik van, en dat haakt in. Kijk, je hebt het inderdaad over die 2%. Nou, ik weet ook niet of het 2 is, maar het is zoiets. Ja, het is 2%. Ja, nee, je hebt misschien gelijk. Maar dat is de structuur van de partij. Is van die aard dat je eigenlijk een kern hebt. Hè, dus de kernpartij en de randpartij. En het is exact wat Hannah Arendt beschrijft in Origins of Totalitarianism. Zegt van, hoe zet je een totalitaire beweging op? En dat is eigenlijk door zij maakt er nog één extra schijf bij. Maar het gaat er helemaal niet om dat de hele bevolking daarin zit. Dat is helemaal niet nodig. Dat zegt ze ook. Dat is helemaal niet aan de orde. Het gaat erom dat je een partijstructuur hebt waarin uiteindelijk een hele vrij bescheiden kleine kern is. En die is bereid tot alles. Ja? Het betekent niet dat die per se heel rijk worden. Maar dat zijn wel degenen die helemaal in die machtsstructuur zitten en daar natuurlijk ook profijt van hebben. Maar die nemen elkaar ook de maat. Hè? Dus die zijn wel aan het kijken van, hé, maar is die wel helemaal volgens de lijn? Dus het is niet heel prettig om in de kern te zitten, hè? Want het is eigenlijk nergens prettig. Hè? Want het is die beweging waarin voortdurend ook die macht eigenlijk centraal staat. Nou, daar... hoe kom je daarin? Via de randen, door op te klemmen, en kun je uiteindelijk tot die kern komen. Nou, in het geval van 1984 is dat met een examen wat je moet doen. En ze nemen alleen de getalenteerden aan. Nou, dus ik denk dat in China zul je ook wel iets vergelijkbaars hebben, denk ik. Hè? Maar dat zijn al die 70 families of zo. Maar hoe het ook zij, die partij... bestaat uit een kern en daaromheen zit een vrij grote rand. En dat is inderdaad die 13 waar jij het over had. Hè. Dus in totaal maar 85% van de bevolking zit niet in een partij. En dat zijn eigenlijk de prolairs, gewoon de proleten. Het doet er helemaal niet toe of die het met je eens zijn of niet. Het gaat erom dat als ze maar doen wat je zegt en de macht ligt... bij die partij en al zijn uitvoerende organen. En daar zit eigenlijk vooral de disciplinering. En die prolairs, ja, dat is moet ik een beetje denken wat we die boeken hebben gezien voor die jongelui, zoals Hunger Games en zo. Dat zie je, dus als je maar zorgt dat die in ieder geval, die 85... nou ja, die laat je gewoon in die misère zitten. Die zien ook allemaal die beelden van de oorlog enzovoort. En die zullen dat zelf gewoon verslaan, hè? Dus die journalisten in dit geval, die zijn gewoon onderdeel van de proles. Ja. De proles is wel een brede groep. Het zijn niet alleen maar de proletariërs. Dus de mensen die de kranten herschrijven, die hebben ook geen idee. Of nou ja, die komen op verzet, maar dat lukt ze niet. Die hebben niet de ruimte. Nou, maar hij zit wel in hij is een laag partijlid, hè, Winston. Is hij een laag partijlid? Ja, ja, dat komt ook bij die bijeenkomsten en zo. Ja. Oh, op die manier moet dat interpreteren. Dat nog niet eens door. Ja, die bijeenkomsten trouwens ook heel heftig, hè? Met die rituelen. Dus dat ze toch eigen rituelen dan hebben. Ja, dat geeft natuurlijk toch dat samenhorigheidsgevoel. Ja, maar met z'n allen enorm boos worden. Ik bedoel, dat zie je ook gebeuren. In de film en in het boek wordt het ook heel treffend. Gewoon echt die collectieve boosheid. Schreeuwen naar die Goldstein. En traitor! Ja. Zowel liefde als woede worden helemaal omgebogen. Het libido moet helemaal ingezet worden voor de partij. Ja, ik denk ook wel dat toen wij het lazen, toen we jong waren, dat ook een heel beangstigend iets was. Toch? Van... dan ben je jong, dan is het libido misschien wel de kern van het leven. Ja. Dat ze dat inzetten. Dat ze zo ver gaan. Ja. Maar toch heel even... dat ben ik ook wel aan het heden denken, hoor, dat gedeelte. Ja, vertel. Nou ja, een soort... dat seksualiteit er niet toe mag doen. Of dat de hele mode om nu androgyn te worden of... te twijfelen over je gender is natuurlijk ook... de volgende stap is natuurlijk ook dat je zegt... het is elkaar helemaal niet meer belangrijk. Ik word een aseksueel. En het zit er wel in nog, want hij heeft natuurlijk die seks met haar. Dat speelt een hele bevrijdende rol in het boek. Maar je ziet dat binnen het Inksok-systeem zelf... het is eigenlijk niet de bedoeling seks. Het is iets wat je beter kan gaan... voortplanting. Ja. Als voortplanting binnen de orde van het huwelijk. Maar het is niet de bedoeling dat je je plezier hebt. Want dat dient het collectief niet. Dus alles staat in teken van dat collectief. Ja. Ah, en ik zie toch ook wel een parallel dus nu met die discussie, waarin seksualiteit ook een probleem aan het worden is. Maar je ziet ook toch, cijfers komen naar buiten, wat dan de oorzaak is, laat ik maar even in het midden. Maar in Duitsland toch 11% minder kinderen geboren. Dus je ziet eigenlijk wereldwijd wel dat er nu cijfers naar buiten komen dat het echt substantieel minder kinderen geboren wordt. Nou ja, het is ook niet de meest uitnodigende tijd, denk ik, hè, nu. Nee, maar het gekke is dat, volgens mij, het is allemaal onderzoek dat laat zien dat bijvoorbeeld in de communistische tijd juist ook een hele arme tijd geweest in Oost-Duitsland, dat er een hele vrijkörpercultuur was. Hè? Met daar was juist met veel seks. Ja. En, ja, nee, absoluut. Toen had je natuurlijk niet de smartphone waar je naar zat te kijken s'avonds. Dus dan... zocht je bij elkaar. Ja. Ja, nee, maar die vrijkörpercultuur, dat is natuurlijk een heel eigen ding geweest daar. Dus je kunt het ook niet zomaar één op één plakken op, oh, dat was Oost-Duitsland of dat is de Sovjet-Unie. Oh. Ik bedoel, het schetst natuurlijk één fictief beeld waar je wel een aantal principes in naar voren ziet komen. En wat ik zelf... ik weet niet of je dat ook nog in gedachten had, maar wat ik zelf in ieder geval heel erg sterk vond, dat is hoe onze taal, Jelle refereerde er ook aan, hoe onze taal verandert. Dat hele idee van nieuwtaal of nieuwspraak. Nou, hoe die in dienst staat om dit vorm te geven. En waarbij dus verschillende dingen gebeuren, dus woorden worden afgeschaft, mogen niet meer gebruikt worden. Hè? Dus die worden gewoon verboden. Die gaan de vernietiger in. En zo wordt dus ook een deel van het nieuws herschreven. Of de geschiedenis herschreven. Maar al andere is dat je dus echt woorden een andere betekenis gaat geven. Dus dat ze gewoon veranderen. En dat je eigenlijk niet meer naar die oude betekenis toe kunt. En dat zit al in die slogans die ze gebruiken. Hè? Van dat regime... hanteert. Oorlog is vrede. Weet je wel? Onwetendheid is kracht. Vrijheid is slavernij. Het is een soort gekte waarin die woorden eigenlijk van hun betekenis worden ontdaan. En waardoor dus ook eigenlijk het handelen niet meer goed beoordeeld kan worden. Je ziet het gewoon niet eens meer. Ja, maar je hebt er eigenlijk geen woorden meer voor. Nee, maar ook als dat in één keer veranderd wordt, dan krijg je natuurlijk ook wat de mens toch een soort spel of zo van, snapt hij wel dat dat woord nu deze betekenis heeft? Dus dan krijg je ook dat controleren naar elkaar, weet je wel? En dat die samenleving dat en masse moet dat gaan adopteren, absorberen en controleren van, weet jij wel die nieuwe betekenis? En dat zit natuurlijk ook in die film heel erg van 2 + 2, is dat 4 of 5? Als de partij zegt dat het 5 is, dan mag jij niet eens denken dat het 4 is. Wat mij over die taal nog opviel, of misschien wilde je nog eerst... Nee, ga je gang. Eerst, dus dat het ambivalenties eruit moeten. Het Newspeak, dat ontwikkelt zich dus, maar het verschaalt ook. Het moet steeds meer, zeg maar, richting 1-0 taaltje, dus zwart-wit taal, gebruikt worden. En dat is natuurlijk ook altijd de uitdaging. Hè? Als je spreekt of in gesprek bent met elkaar van waar zijn de nuances? En daar heb je juist een rijk vocabulaire voor nodig. Bloemrijk. Ja, en Ad en ik hebben veel geschreven en gesproken hier bij de Nieuwe Wereld over wat het Engels nu precies doet op Nederlandse universiteiten. Maar daar zie je ook een bepaald soort Engels dat eigenlijk ook vrij schaal is. Zeg tussen de 1500 en de 3000 woorden en dan nog 500 woorden erbij voor een bepaald vakgebied, weet je wel. Het vocabulaire van de jurist of van de filosoof of van de natuurkundige. En dan heb je dus een taal die eigenlijk uit heel weinig woorden bestaat. Eigenlijk minder dan bijvoorbeeld de Volkskrant of een tijdschrift als de Elsevier. En daar ben je dan wetenschap mee aan het bedrijven. Dus het is parallele argumentatie. Dus je ziet, het is niet helemaal hetzelfde als in 1984 gebeurt, maar wel zoiets. Je kiest voor een kleiner woordenboek eigenlijk met elkaar. En dan gaat er iets verloren. Dus dat is het eerste. En het tweede is, het is inderdaad een knip met het verleden. Dus de woorden uit het verleden, die hoeven niet meer mee. Als je dat vergelijkt met nu, ik had hier de lexicograaf van de Van Dale op bezoek, Tom van der Boon, dat was een heel leuk gesprek. Die legde mij ook uit dat zijn ambitie met de Van Dale is, dat iemand die nu dat boek koopt, dus in 22 is een nieuwe editie uit, die moet 100 jaar terug cultuuruitingen kunnen begrijpen. Dus bijvoorbeeld Couperus lezen, dat is een hele bloemrijke, zinnelijke schrijver. Ook een beetje... Komt ook heel dichtbij, zeg maar. Dus niet mijn favoriete schrijver, maar om die te kunnen begrijpen is nog best lastig. Maar hij zei me dus van ja, maar dat woordenboek moet je daartoe in staat stellen. En bij schrijvers als Vestdijk of zo is dat allemaal veel of Moelis is dat natuurlijk allemaal veel vanzelfsprekender. Maar je moet, dus het woordenboek is in Nederland, dat woordenboek is bedoeld ook om een relatie met het verleden te leggen. En dat vond ik wel heel interessant. En als je dat vergelijkt nu met wat er in die... wat in film gebeurt en dan andere parallellen met het heden. Hè? Dus allerlei woorden die afgeschaft worden. Vaderlandse geschiedenis, mag je niet meer zeggen. In wetenschap en literatuur een hele sterke oriëntatie op woorden in Amerika. Waardoor ook allerlei denkers en schrijvers uit het Nederlandse recente verleden van de afgelopen 100 jaar eigenlijk niet meer hun doorwerking hebben in de hedendaagse taal. Hun woorden, hun manier van spreken, hun zinconstructies, die komen niet meer goed door de nieuwe generaties in. Ja, dat is toch dat afgesloten zijn. Het is net, dus zoals Foucault al beschrijft, want het is dus een geïnternaliseerd idee van wat een goede beschaving is. Dus het is niet een elite die zegt, je mag niet meer in Nederlands schrijven, maar het systeem en de nieuwe gewoontes maken toch dat je het eigenlijk feitelijk niet meer doet. En dat je dus die woordenboeken ook niet meer raadpleegt. En woordenboeken ook even als metafoor voor... culturele bagage die uit het verleden komt en je iets te vertellen heeft. Nou, we hebben vaak genoeg hier gesprekken, zeker Ad, waarin we ook woordgeschiedenis, etymologische verbindingen leggen. Hè? Dus ook de taal zelf zit in geschiedenis, maar je moet het breder zien dus. Ja, ja dat is wel een belangrijke parallelie, dus je hoeft het ook niet zo letterlijk te interpreteren. Hè? Ook de film, om toch ook... allerlei motieven te ontwaren die wel betrekking hebben op waar we momenteel in verkeren. En nogmaals, ik was erg onder de indruk van met name dus de rol van taal en wat men daarmee doet. En dus wat Jelle inderdaad ook schetst, dus hoe die verschraling eigenlijk een heel belangrijke rol speelt. Maar, en daar ben ik het niet helemaal met je eens, het is niet alleen dus dat die woorden worden teruggebracht tot één betekenis. Je ziet juist ook dat er een soort diffuusheid gaat ontstaan. Dus zo'n woord, en wat ik al zei, vrijheid bijvoorbeeld. Ja. Dat je vrijheid als is slavernij, oorlog is vrede. Ja, dat zijn, wat bedoel je nou eigenlijk? Ja. Maar er komt dus gewoon nieuwe betekenis, waardoor je dus denkt van, oh wacht, de oorlog die wij aan het voeren zijn... dat is eigenlijk onze vrede. Dus je gaat op een heel andere manier ga je nadenken over je eigen situatie. En wat men dus doet, ook met de bevolking, is zorgen dat ze dus de juiste frasen uiten. En daarom is het ook een bedreiging dat hij zo'n eigen dagboek bijhoudt, Winston. Want die begint gewoon zijn eigen gedachten in het geheim op te schrijven. De gesprekjes moeten eigenlijk plat zijn, vol zitten met platitudes, exact volgen wat er in het nieuws wordt gezegd. En op het moment dat je je eigen gedachten formuleert, dan wordt het gevaarlijk. Dus wat Heidegger in Sein und Zeit ook al het gerede noemt, dus het geklets, het gepraat van men, de taal van allen en van niemand. Hè? Want men is eigenlijk zowel iedereen als niemand in het bijzonder. Dus die taal, dat is eigenlijk de taal van het heersende denken. Dus die bepaalt wat jij doet, hoe je naar jezelf kijkt, hoe je naar de wereld kijkt. En die taal wordt dus eigenlijk door die propaganda erin gehamerd en aangepast op het moment dat het nodig is. Dus ik hoorde iemand recent zeggen van, ja, nee, maar dat was toch nooit de claim dat die vaccins zouden beschermen tegen besmetting. Maar dat hebben we bij de coronacrisis ook gezien. Er worden een soort dingen weggemoffeld. Ja, natuurlijk was dat wel een claim. En dat was waar bijvoorbeeld 2G over ging. Dus je krijgt een soort andere kijk op het verleden, waarin plotseling eigenlijk een nieuwe verklaring wordt gegeven waarom er bepaalde dingen werden gedaan. Ja. Dus we hebben dat ook zien verschuiven van, eerst was het de ontlasting van de IC's en toen werd het... Dus je schuift in zekere zin, verandert het verhaal terwijl je erin zit. Ja. Maar ik denk dat jullie hebben ook een mooie uitzending gemaakt over censuur in de media. Hè, omdat we zelf dan ook... Een aflevering was verwijderd door YouTube. Nou, En als je dan ook ziet wat de lijst is, wat je wel en niet mag zeggen. Ja. Dus ja, je zou toch wel kunnen zeggen, ook daar wordt vrij denken. Weet je, wij moeten ook toch nu op ons woorden letten. We hebben dat is al iets van de gedachtepolitie. Precies, ja, dus wij hebben het daar met elkaar ook al over van, ja, dan moeten we het zo misschien niet zeggen, maar kunnen we het dan zo wel zeggen? Ja, we houden er rekening mee. Ja. Ja, want anders wordt het kanaal eraf gehaald. Dus dat... Ja, nee, maar dat zijn de community guidelines. Ja. Nee, dus daar zie je ook natuurlijk al ook de betekenis van zo'n woord community. Nee, dus dat, de gemeenschap. De gemeenschap zegt. Ja, ja, maar ook dus van, ja, als je dat, dus, dan hoor je niet bij de community. Dan ben je eigenlijk een beetje asociaal. Ja, dus, dus zelfs al zo'n term heeft een lading die eigenlijk een andere betekenis krijgt. Ja. Dus het zijn nu community guidelines in plaats van censuur. Dus je gaat op een andere manier eigenlijk nu op elkaar de maat nemen. Zeg, nou ja, dat zijn de community guidelines. Oh ja, nee, natuurlijk. Terwijl in de kern is er iets anders aan de hand waar je het over moet hebben met elkaar. En dat is denk ik... en nogmaals, Jelle en ik ook, ik zie ook wel dilemma's rond moderne communicatie, media. Dat is... nee, ik bedoel, dat staat buiten kijf, maar dus toch heel even binnen het gedachte van vrijheid van denken. Ik bedoel, je hebt ook van die woorden, je doet het voor een ander, die heel erg geplukt zijn. Absoluut, je doet het voor een ander. En flatten samen. Dus dat zit natuurlijk toch ook in... socialistisch denken, zeg maar. Dus dat het is sociaal om het samen te doen. Ja, met andere woorden, als je dit niet doet, ben je asociaal. Maar dat is terwijl je heel andere overwegingen kan hebben, die juist heel ethisch zijn. Maar met een ander narratief. En dat is natuurlijk het interessante van die slogans. Dus en op het moment dat jij dus niet meer verder denkt... Ja, dan zie je ook gewoon het gedrag van jezelf en anderen op die manier. Kun je daar geen andere betekenis meer aan toekennen. Maar het geeft, het lijkt in ieder geval ook altijd wel uit te zien dat het mensen rust geeft. Zo van, als ik dat dan maar volg, dan ben ik braaf. Dan krijg ik een sticker en dan doe ik het goede. Nou ja, in sommige gevallen wel. Dus dat doublespeak, waar we altijd eerder over had, dat zie je ook wel in positieve zin. Bijvoorbeeld van de minister Robert Dijkgraaf, die vertelt over het studiesysteem. Die begint nu tegenwoordig een verhaal bij eigenlijk alle lezingen die hij nu geeft. Dan zegt hij van, ja kijk, het mbo, het hbo en de universiteit, dat zijn eigenlijk drie, dat is een waaier aan keuzes. Dan zegt hij, moet je niet hiërarchisch over nadenken. Moet je niet, heeft niks te maken met stapelen of niveauverschil. Dat is een oud denken, dat is een waaier. Nou, dus, ik kan me voorstellen dat veel mensen zeggen van, nou, dat is het nieuwe eufemisme dan. Dat is ook wel mijn opvatting. Ik denk dat er echt een niveauverschil is. Het wordt wel heel ingewikkeld als je zegt dat het een waaier is. En het is ook heel metaforisch. Het blijft heel onduidelijk wat de minister hiermee bedoelt. Maar het is natuurlijk ook wel geruststellend, toch? Ik bedoel, het is toch ook niet zo... Is het nou heel erg nieuws dat iemand zegt van, nou, eigenlijk iedereen die een vervolgopleiding doet, studeert? Dus het is ook, dus dat doublespeak in het eufemistische spreken, dingen verbloemend benoemen. Dus zeggen van, nou, een vervolgopleiding is gewoon altijd studeren. Nou, ik kan me wel voorstellen dat veel mensen ook denken van, hé, nou, voel me eindelijk erkend. Er zijn ook waarheden die je daarmee de vuilnisbak inkiepert. Die niet meer goed ter sprake kunnen komen. Maar goed, in 1984 zie je toch ook wel heel veel eufemismen die mensen pijn doen. Hè? Dus... ja, weet ik veel, de buurman moet komen helpen omdat hij een brother is. Terwijl er is helemaal geen... Die echte relatie van de buurman en buurvrouw is er niet. Dus ja, dus het kan, zo'n doublespeak kan geruststellen. En wij zijn er in Nederland ook heel goed in. En dat laten we dan maar even verbloemen noemen. Ja, of zussen. Of zussen, ja. Maar het kan ook de andere kant, het kan ook naar worden. En dan is het weer van, hoe spreek je over boeren die een vlag omdraaien? Hè? Is dat nog, zijn dat mensen waar je daar nog een gesprek mee aan? Of ga je die al direct veroordelen op het nieuws? Hè? Zijn dat al direct rebellen? Of zouden die daarmee iets willen zeggen? Nee, dat is al bijna niet meer denkbaar. Dat ga je neigt, ik denk in de mainstream media zien we een heel sterke neiging om dat te veroordelen. Ja, maar toch is een grote groep wel gevoelig voor dat sussen. Ja, nee, inderdaad, natuurlijk. Maar ga ik toch weer eventjes Heidegger aanhalen uit Sein und Zeit. Dus hij verbindt het men ook wel aan de beweging van het vervallen van het menselijk bestaan. En dat betekent wegvallen vanuit je eigenlijkheid. Waarmee je in zekere zin je zou kunnen zeggen, de geworpenheid van jouw eigen bestaan op je neemt en daarvoor staat. Maar dat is ook beangstigend. Hè, want het betekent ook dat je op jezelf wordt teruggeworpen. Hè. Het brengt een verenkeling of een vereenzaming ook tot stand. En hij schetst dus juist dat het men is ook altijd bevrijdend ten opzichte van precies die vereenzaming. En ik denk dat dat is ook een motief dat hij overigens mede aan Kierkegaard ontleent. Dat de vlucht daarvoor is ook prettig. Dus het men is geruststellend, zoals hij het, beroeigend. Het men verschaft je ook een gevoel van zekerheid. Van nou, nee, ik ben op de hoogte. Maar het is ook iets waarin je verstrikt raakt. Dat is dan weer de andere kant. Dus het is wel geruststellend, zekerheidgevend, maar het is ook een vorm van verstrikking. Want je praat eigenlijk alleen maar na wat anderen zeggen. En op het moment dat het verandert, dan moet je ook maar weer veranderen. Het is een soort substantieloos bestaan. En dat is precies wat je denk ik ook in 1984 ziet. Het is een substantieloos leven. Dat is het niet. Het is echt het absolute niets. Dus je deint gewoon mee. En daarom is dat private gevoel wat je hebt in de liefde is een bedreiging. Want daar gebeurt iets wat eigenlijk niet collectief is. Het staat ook niet ten dienste van het collectief. Maar het is ook een echt eigen gevoel. Dus dat hij uiteindelijk mede om die reden gepakt wordt. Ja, niet alleen, maar ook omdat hij natuurlijk die subversieve activiteit heeft. Want dat boek, dat is natuurlijk ook heel veelzeggend. En dat je dan dat meest eigene weer moet prijsgeven. Van nee, natuurlijk, ik ga niet... Dat hebben we natuurlijk ook wel gezien, ook in de coronacrisis. Dat er van mensen natuurlijk dingen werden gevraagd. Dat ze hun eigen vader en moeder op een sterfbed niet konden bezoeken. Maar dat doe je omwille van het collectief. Weet je? Dus dat is om te zorgen dat de pandemie wordt getemd. En het is dan asociaal om dat wel te doen. Dus dat betekent dat je eigenlijk van hele private, ongelooflijk belangrijke bindingen... Dat je daarvan abstraheert. En dat heb je dus verinnerlijkt. Dus je ziet heel mooi in de film. Ja, dus dan ga je jezelf corrigeren als je dat dus wil. Dus, en als je moeder het doet, dan ga je dus ook met je moeder de discussie aan. Nou, waarom ga je nog naar pa toe? Ja, dat is niet verantwoord. In de film dus, komt hij in de gevangenis en dan komt iemand bij ook. En die is verraden door zijn eigen dochter. Is die trots op zijn eigen dochter dat ze hem verraden heeft. Dus. We vliegen door de tijd heen. Maar toch afsluitend zou ik nog even willen aanraken dat aan het eind van de film zit het. Die manier van martelen. Dus er wordt pijn gedaan. Echt met flink wat volt er doorheen gejaagd. Ja, heel heftig. Dat is heftig. Maar ik vind het deel wat gezegd wordt, is ook martelen. Dus dat hij niet meer vrij mag denken. Ja. Dus hoe zie jij die dubbele marteling die daar beschreven wordt? Heel intens. Ik heb een paar keer uitgezet. Ik vond het echt heel indringend. Nou, in de marteling staat centraal volgens mij dat hij dus inderdaad de feiten niet meer onder ogen mag komen. Hè? Ja, dus hij moet zeggen van 2 plus 2 is 5 en dan moet hij het ook echt geloven. Ja. Dus hij moet niet alleen met het systeem meepraten, maar hij moet het zo zien. Ja. Ja. Hij moet het zo zien. En ik herken wel wat jij zegt, wat ik het heftige daaraan vond, is de totale onzekerheid waarin hij verkeert. Hij weet het gewoon niet meer. Want hij kan nergens meer op terugvallen. Nee. Dus hij weet ook niet wat nou eigenlijk het goede antwoord is. Op een gegeven moment zegt hij ook, zeg maar dan wat ik moet zeggen. Ik weet het niet. Nee, zegt hij, nee, je moet het zien. Ja. Je moet het zien, je moet het echt vinden. Ja, en die vertwijfeling is inderdaad een psychische marteling die... het opheffen van het individu. Ja, dat is die menticide. Van mens zijn. Dat heeft echt... hij daar zo goed gepakt. Ja. Maar die parallellen met het heden zijn wel te trekken. Dus een heel klein ding is bijvoorbeeld... gaan ze een museum in, kijken naar 17e eeuwse kunst. Voortdurend wordt je verteld over het slavernijverleden. Dus dat wordt erbij gehaald. Dus dat moet jouw blik op het schilderij overschrijven. Dat was natuurlijk ook een tijd lang interessant om dat te weten. Maar het is inmiddels bijna moeilijk om door de grachtgordel te lopen en te denken van... Dat we dit ook te danken hebben aan een prestatie of dat er een historische kwaliteit in zit. Je bent geneigd om het te overschrijven met een nieuw narratief. Dus dat verleden moet anders gezien worden. En je kunt het in Nederland nog op verschillende manieren interpreteren, maar je ziet wel een dominantere, kritische interpretatie ontstaan. En dat is niet zoals die marteling, dat is niet te vergelijken. Maar het is wel het overschrijven eigenlijk van hoe we eerst keken naar het verleden en hoe we er nu naar dienen te kijken. En daar word je ook mee geconfronteerd. Dus... En je moet het ook echt zo denken. Ja, bijna. Ze hebben in ieder geval een bordje erbij gehangen dat je niet per ongeluk niet kan denken. Ja, maar ik denk dat de kans groot is dat je ook misschien wel door je vrienden gecorrigeerd wordt als je er dan nog op een ouderwetse manier over denkt. Ja. Dus op die manier word je ook gecorrigeerd. Ja. Je mag niet meer zo denken als voor het bordje. En dat is dan een klein vergelijking met nu. Er zijn natuurlijk nog veel meer te maken. Maar die echte marteling, wat Adnan menticide noemt, dat is ook wel heftig. Dus dat hij dan op een gegeven moment ook moet zeggen van... Of zegt van, nou doe het dan maar met Julia. Want die ratten die komen dus naar zijn gezicht. Ja, dat is het ultieme verraad. Hè? Misschien even beschrijven. Hè? Dus hij wordt vastgebonden. Dat is kamer... Welke kamernummer is het ook alweer? Maar in ieder geval... 101. Het 101 dacht ik. Ja, dat is blijkbaar dan een... Iedereen weet dat is heel eng. Maar dan wordt hij vastgebonden. Dan komt er een... dan zegt dit is erger dan de dood, hè, zegt hij. Ja, dan wordt er een klein kooitje en in die kooi zit een rat. Ja, en het punt is, ze weten zoveel van je... dat ze je in de kamer 101 confronteren met je ergste angst. Ja. Dus dat is het punt. Ze weten gewoon, oh ja, maar jij hebt die angst voor ratten... of jij hebt angst voor stikken, of weet ik veel... Dus je krijgt daar die ergste angst. En hij heeft inderdaad die rattenfobie. En zo hebben ze dan de kamer ingericht dat hij daarmee geconfronteerd wordt. En waarbij je eerst één luikje open gaat en de rat heel dicht bij hem komt. En ondertussen wordt beschreven wat er gaat gebeuren wanneer dat laatste luikje. En hij raakt compleet, ja, hij zegt panisch van angst. En zegt dan ook, doe het bij Julia. Dat is de vrouw die lief heeft. Ja, het ultieme verraad. Ja, ja. En je ziet ook, ze zijn ook, op het einde zijn ze ook, zeker zijn dood voor elkaar. Het wordt dus losgelaten. Het hele bijzondere of een particuliere gevoel is eigenlijk verdwenen. Dat is de, Dan zit hij in dat café en dan inderdaad is hij dus zijn ziel kwijt. Maar dat heeft iets te maken met wat verraad is. Want dat is eigenlijk de... Dus een bodem van moraliteit. Als je daar doorheen gaat, dan verlies je dus iets van je menselijkheid. Ja. En je hebt verschillende lage moraliteiten. Bijvoorbeeld zorg voor mensen die heel veel pijn hebben. Of je moet dus niet te veel pijn hebben, want dan verlies je dus iets. Maar verraad, dus iemand waar je loyaal aan wil zijn, opgeven, dat komt heel diep binnen. Dus Jonathan Haidt, de psycholoog die veel over ethiek heeft geschreven, die beschrijft het ook heel mooi. Dat mensen dus, ook wanneer ze dus in een wantrouwensverhouding komen te staan op werk, dat heeft vaak met gevoelens van verraad te maken. Dus dat iemand de verbinding verbroken heeft door op een bepaalde manier over jou te spreken met anderen bijvoorbeeld, of iets niet te honoreren wat jij heel belangrijk vindt. En dat doet hij daar dus eigenlijk. En daarmee zou je kunnen zeggen, verspeelt hij dus zijn ziel. Verliest hij zijn integriteit. Ja, je kan zelfs nog wel één stap verder gaan. Kijk, het liefdesgevoel is bij uitstek natuurlijk iets wat je associeert met... of wat verband houdt met het eigene. Het is dat wat jij... het is een gevoel waarin je bij uitstek natuurlijk jezelf ervaart. En dat werd in relatie tot die ander. Dat is het. Dus je hebt het zelfgevoel in relatie... Tot die ander. I would die for you, zingt Prince. Dus dat is, je hebt er alles voor over. En dat is ook waarom sommige mensen zeggen, nou ja, liefde maakt gek. Of mensen leveren alles in. Of, maar dat is omdat het zo'n eigenlijk heftige emotie kan zijn. Waarin jij je als individu bindt aan iemand anders. En ook kan uitleveren. Aan iemand anders. En dit was voor hem eigenlijk een soort bevrijdende ervaring. Dat hij in die grauwheid dat kon voelen. En dat hij Julia kleur gaf. Letterlijk ook. Kleur gaf aan zijn leven. En ja, op het moment dat hij dus dat prijsgeeft, onder invloed van ja, die dreiging, dan is het dat gevoel wat ogenschijnlijk het meest eigen is, dat offert hij op. En daarmee is hij volledig in de collectiviteit. Want ja, wat hem individueerde, dit wat hij voor haar voelde, in plaats van dat grijze pak waar iedereen in liep, nee, dit, dat geeft hij nou ook prijs. En daarmee ja, verraadt hij ook zichzelf. Dus hij... Er zit dan een dubbele bodem in. Die zijn die ratten, die doen hem dus denken aan zijn moeder die door ratten is opgegeten. Ja. Dus hij is zijn moeder verloren door die ratten. En nou laat hij ook nog zijn liefje erdoor verdwijnen. Ja. Ja, dus door de ratten. Ja. En dat is natuurlijk ook heel mooie zinspeling. Zinnenbeeld, ja. Ja. En dan wordt hij dus een zombie, hè? Een levende dode. Ja. Dus ja, hij leeft al... dat is dus heel heftig, want dan zie je hem ook een beetje glimlachen en koffieleuten. Ja. Dus je ziet het wel, ja, maar je ziet het ook niet. Dus er blijft wel iets over. Maar ja, ja, alsof hij zijn ziel verspeeld heeft. Het systeem heeft hem gebroken. Ja, het systeem heeft hem gebroken. Absoluut, ja. En dat is wel heel... daarom is het een mooi einde. Een verschrikkelijk einde, omdat je dus ziet dat het systeem wint. Want hij heeft zijn ziel verspeeld. Ja, dat komt natuurlijk wel door het systeem. Het ja, maar er systeem zit geen hoop in. Het systeem wint. Ja. Dat maakt het voor velen ook zo'n naar boek natuurlijk. Ja. Er zit geen hoop in. Heren, dankjewel. Ja. Jij ook, Marlies. Ja. Kijk jij ook graag naar onze uitzendingen? Vergeet je dan niet te abonneren op ons kanaal. Bedankt voor het kijken en tot ziens.